eigenlijk hebben over de vrijwilligers die wij zoeken voor historisch festival Scheveningen. We hebben heel veel vrijwilligers nodig. En onder andere een productieleider en een assistentenproductieleider. Als iemand zich aan wil melden, dan horen we dat heel graag. Dat kan via onze website www.historischfestivalscheveningen.nl. En we zijn ook bekend op Facebook met een pagina en een groep, dus je weet ons vast wat te vinden. Meld je alsjeblieft, want we hebben hier hulp heel dringend nodig. Nou, het Historisch Festival Scheveningen dat vindt plaats op zaterdag 22 augustus, deze zomer. En dan zullen in de Keizerstraat, Wassenaarse straat, Ankerstraat, Zijlstraat, die buurt, zullen er allemaal, dat heet dan tableau vivant, plaatsvinden, oftewel levende schilderijen. Dus mensen beelden bijvoorbeeld een moeder met een zootje kinderen. En die moeder is dan op een wasbord te wassen aan het doen buiten. Zit ondertussen met de buurvrouw te kwekken. Dat soort dingetjes. Er komen optredens van het Vissersvrouwenkoor en van allerlei andere. Joop Alberti met zijn klederdrachtgroep. Ja. Waarvan deze dame ook deel van de uitmaak. Dus u en uw collega's zien we heel graag. Wat een leuk idee dat. Ja, leuk hè? Ja. Heel leuk. Ja. Okay. En ook daarvoor kunnen we nog steeds heel veel vrijwilligers gebruiken, dus meld je. En dat historie, waar gaat dat uit? Het heeft niets te maken met 200 jaar... Het is de aanleiding geweest. Ik heb toen ook meegedaan met de landing als figurant. En toen was iedereen zo enthousiast over al die klederdracht in het straatbeeld. We zijn daarna met wat mensen de koppen bij elkaar gaan steken om eens even te kijken van kunnen we daar wat mee? Kunnen we iets verzinnen om dat weer terug... Leuk. Jaarlijks terug te halen. En zo is het festival ontstaan. Maar we beelden dingen uit verschillende tijdsperioden. Dus uit 17 zoveel. Dan had de Scheveningse vijfling. Dat was een moeder die kreeg 5 kinderen. Heel bijzonder. Die komt ook met haar kindjes. Oh, weliswaar, maar toch. Maar ook mensen die in dracht door de Keizerstraat gaan paraderen. Er komt een ook nog historische... Mensen die willen flaneren in klederdracht, die zoeken we ook. Ja, mensen die dracht kunnen namaken. Ja, dus, kunnen naaien. Mensen die lekker handig zijn met de naaimachine en bereid zijn om mee te werken voor het festival om allerlei kleding te maken. Mensen die kunnen timmeren, schilderen, boren, zagen. Allemaal dat soort vrijwilligers zoeken wij eigenlijk. Ja. Heel gevarieerd. Zeker. Dus voor iedereen wel een voor iedereen plekje. Is er wat een plekje. Nou, dat is wel heel duidelijk. Misschien is er iemand die als decor een soort badkoets kan namaken. Een handige timmerman zou heel welkom zijn. Want dat willen we gebruiken voor een klederdrachtshow van historische badkleding. Ja. Dus ja, we zoeken allerlei mensen.